jongens, het is al zo erg dat ik in een boom kruip door de spanning. Voelen jullie dat ook? Ja, de regisseur en de jury zijn er al over eens dat de beste kandidaten overblijven. Maar er kan natuurlijk maar één de rol van Annie krijgen. En daar moet hard voor gewerkt worden. Laat ons vlug een kijkje gaan nemen. We waren op zoek op heel veel meisjes voor de Vlaamse versie van Annie. Vooral voor pittige meisjes die wat durven. Wij hebben zo een kleine 200 meisjes gezien hier, die hier revue gepasseerd zijn. Begin is altijd moeilijk, want je ziet een heel grote groep en je weet waar moeten we mee beginnen. En dan begin je eerst met zang. Kan ze überhaupt zingen? Vandaag moesten we Draag Vandaag Uw Pak, maar ook een lach voorbereiden. Dingen even bewaren voor straks, want ik wil jullie graag meenemen naar boven. Oké. Okay. Kom maar jongens, kom maar in het midden. En dan ga je langzaam door. Kan ze dansen, hebben ze ritme. Zo, zingen, dansen, vrolijk zijn. Het begint allemaal weer van vooraf aan. Post! Voor mij is het pure nostalgie, omdat ik 20 jaar geleden ook een van de Annie's was in de musical Annie. Dus ik herinner mij nog enkele stukken uit mijn auditie van 20 jaar geleden en ik zag ook hoe dat zij zich gedroeg. Het was gewoon heel leuk om terug te zien. Al die meisjes kunnen zingen, dat weten we. Maar kunnen ze ook acteren en zijn het echte musicalactrices? Dat is wat anders. Eén ding is zeker, Annie zal er staan en zal schitteren. Maar wie het wordt, daar is nog een beetje te vroeg voor. Voor kinderen in Annie, die moeten vooral heel veel lef hebben. Dat mogen geen brave doetjes zijn. Zodat u, als ze haar komt halen... Lieve meisjes, dat wel, maar ze mogen zeker geen doetjes zijn. Als er iemand zijn kleine lieve tandjes in zijn mond wil houden vannacht, zou ik maar beter zwijgen. Ze zijn heel vrij. En als je een foutje maakt, zeggen ze wel, doe het gewoon eens opnieuw. In plaats van, dat is niet goed of zo, gaan ze gewoon niet een keertje nog. Mocht alles twee keer doen, als het de eerste keer niet goed was. Dus. Dit gezicht, dit meisje wil ik zien. Ja, heel natuurlijk. We zijn 5 zenuwpezen. We kijken echt uit naar de uitslag. Ik ben heel zenuwachtig. Heel zenuwachtig. Ja. Dat ik nu niet verder geraak. Ik ben tot hier geraakt. Het was super. Als je even denkt, ik denk we zijn nu met 24. En dan zijn we dan met 6 ongeveer. En dan 3 groepen misschien. Dus dan 18, dus niet zoveel. Ik vind die momenten dat ze... Dat ze selecteren en toch wel zenuwslopend voor de ouders. Ik heb zo een beetje het gevoel van op een deliberatie te staan. Welkom terug allemaal. Jullie weten dat we vandaag eigenlijk de eerste rondes hebben gedaan voor een televisieshow waarin we verder gaan selecteren, verder gaan oefenen, verder gaan zingen en dansen om zo tot de hoofdrol te komen, zo tot het meisje te komen die uiteindelijk Annie gaat spelen. Ik was zodanig veel aan het zweten dat ik zelf helemaal nat werd. Dus dan waren er 3 groepen en 1 groep viel er daar af. Nora Vekemats, groep 1. Camille Motri, groep 1. Lorane de Kaluwe, groep 2. Pommelien Thijs, groep 2. Aagje Aarts, groep 3. Ans Isebaar, groep 2. En de laatste, Febe Stalens, groep 1. Iedereen moet hier buiten wandelen met het gevoel van ik heb iets bijgeleerd, ik heb mijn best gedaan, ik heb het beste gegeven. Het is niet voor mij vandaag, maar misschien voor de volgende keer. De groep voor wie het avontuur Annie hier stopt, is groep 3. Voor de anderen alvast bravo. Weer net niet. Hoe erg. Jammer. Maar we zijn er nog niet. Helaas, de meisjes die doorgaan
om te strijden in het televisieprogramma voor de rol van Annie. De groep die doorgaat is... Het enthousiasme wordt alsmaar groter en de spanning die blijft stijgen. En dan de ouders, die weten het helemaal niet meer. De groep die doorgaat is... Groep... Nu komt het grote moment. 2. De rollen worden verdeeld. Willem, Nora en Camille, even tot bij mij komen. Jullie gaan in december jammer genoeg eens moeten terugkomen. Want jullie gaan Molly spelen. Ik mag Molly spelen en ik ben echt super blij. Op het eerste moment besefte ik het zelf niet eens. Ik wil dat Manon en Phoebe naar voren komt. Jullie zijn onze Kate. Ik vraag Emma en Sarah naar voren. Ja. Dit zijn onze Julies. Yes. Ik denk dat Hanne en Charlotte nog overblijven van groep 1. Kijk, jullie worden onze Duffies. Yes. De regisseur is zielsgelukkig en de jury is overtuigd. Ik ben hartstikke blij. Ik heb echt meisjes gevonden en ik heb Annie al gedaan. Zo, die waren echt top. Dus denk ik vandaag aan morgen. Elke dag verandert ooit in morgen. Yes, ik mag gewoon meedoen en dat super tof gevoel. Want morgen komt morgen, dus hoop ik op morgen. Dan komt er een nieuwe. Ik dacht gisteren, we gaan er niet uitkomen. En vandaag klaarde de zon op. Ze willen echt zo laten zien van dat ze lef hebben. Zo, dat weten we ook alweer. Ik vind dat Deborah en de rest van de jury een goede keuze gemaakt hebben. Maar nu begint het pas, want de audities waren een beetje beperkt. Er was nog geen publiek bij. Maar dansen en zingen en acteren de meisjes ook even goed als er een echt publiek in de zaal zit. Tijdens een echte liveshow op televisie met alles erop en eraan. Een superspannende wedstrijd met slechts één hoofdprijs, de rol van Anne. Tim? Tim, kom eens. Peter Pan. De jongen die niet volwassen wil worden. Lisa, komen eten! Komen eten! Ik moet jullie toch niet komen halen, hè? Wat is dat hier allemaal? Ik denk dat dit hier een magisch boek is. Volwassen wil worden, komt als arena-spektakel naar Vorst Nationaal. Zak maar onderuit voor deze unieke beleving. Wij laten u exclusief achter de schermen zien hoe dat gemaakt werd. Het idee voor deze onwaarschijnlijk mooie productie ontstond meer dan 4 jaar geleden. De voorbereiding van dit soort spektakels kost nu eenmaal veel tijd en dan is Peter Pan nog een buitenbeentje. Het moet mooier dan mooi zijn, sprookjesachtig, spectaculair gewoon. De juiste Peter Pan, Wendy en kapitein Haak vinden dan ook heel belangrijk en best moeilijk. Mensen zien natuurlijk vaak alleen de show zoals die gespeeld wordt in het theater, maar daaraan vooraf gebeurt er ontzettend veel. Die show die moet natuurlijk gemaakt worden en wij als cast, als acteurs, als musicalspelers, wij moeten auditie doen. Wat een auditie is. Doodeng.
Auditie houdt in dat je voor je in een theaterstuk kan staan of een toneelstuk of film of wat dan ook. Je moet een auditie doen. Mensen moeten jou zien en moeten kunnen inschatten wat je kan. Dat is gewoon heel zenuwachtig gedoe allemaal natuurlijk. Een auditie is altijd spannend. Ik ben er heel zenuwachtig voor. 'S Morgens vroeg sta ik heel vroeg op om mijn stem op te warmen. Dat soort dingen. Dan kom ik hier en dan voelt het alsof dat ik zo moet gaan zingen en zenuwachtig. En dat begint mijn handen te trillen. In het beste geval denk je niets, maar dat is eigenlijk nooit zo. Het is eigenlijk nooit goed, want er zit altijd wel een soort van, mensen zeggen altijd het mannetje op de schouder die dan zegt van, nee Sander, dit doe je niet goed. Nee Sander, je moet het zo doen. Nee Sander, je moet het zo doen. Je krijgt materiaal toegestuurd, dat moet je instuderen en dan moet je dat voor een commissie doen. En soms is die commissie zijn dat 2 mensen, soms zijn het er 15. En dus het is vooral instuderen en gewoon goed je best doen op het moment dat je het moet doen, want het gaat wel om een baan. En 9 van de 10 ook echt een hele leuke baan. Dus, Je wil zo graag mogelijk die rol spelen. Ja, in dit geval gaat het dus om Peter Pan. Nou, ja, Peter Pan is natuurlijk gewoon een soort van jeugdheld voor heel veel mensen, ook voor mij. Milan is een uit de kluiten gewassen acteur. Toch heeft ook hij trillende benen tijdens zijn auditie voor de rol van kapitein Haak. Producent Geert Allard, creatief leider Luc Petit, de internationaal beroemde componist Matt Dunkley en onze eigen Vlaamse acteurregisseur Lulu Aardgeerts kijken nauwlettend toe. For I am a pirate king, and it is a glorious thing to be a pirate king. Purely from a musical point of view, I'm looking for voices that I can really work with and will work with my arrangements, and that they've got enough power that I can put a big orchestra behind them and they don't get lost, you know. Hooray for the pirate king! Mannen, dat is nu 3 keer. Kom nu eens eten, straks is het koud. Nog eventjes, mama. Nog een paar minuutjes, we zijn met iets bezig. Jullie zijn met iets bezig? Ik zal maar niet vragen wat zeker. Oké, nog 5 minuten en dan komen jullie eten, oké? Ja. Kapitein Haak die zegt het ook. Een arenaspektakel zonder dansers is als een piraat zonder ooglapje. Choreograaf Martino Müller die reist door heel Europa om de juiste mensen te zoeken. En hij vond ze ook in Rome, Parijs en Antwerpen. We zijn hier in Parijs met onze eerste audities voor de voorstelling Peter Pan. We hebben al misschien 30, 40 dansers gezien. En we hebben al 2 overgehouden. We zijn al heel blij. We hebben audities in Rome, we hebben audities in Antwerpen. En dat zal wel goed komen. Team Lisa, ik ben beu. 5 minuten is 5 minuten, hè? En ik ga jou betoveren! Allee, kom in eten nu. In Antwerpen wordt het de jury tijdens de audities zeker niet makkelijk gemaakt. En hoe gaat zo'n jury nu eigenlijk te werk om de perfecte Peter Pan, Wendy, Tinkerbell en kapitein Haak te vinden? Misschien is dat ook wel magie. Bij deze audities heb ik vooral naar de transparantie gekeken van de acteurs. Dat de acteurs zo eerlijk mogelijk zichzelf openstellen voor de song en er gewoon staan als zichzelf binnen het karakter. Ik zeg altijd, virtuositeit kan enorm impressioneren, kan indruk maken, maar het ontroert nooit. Breekbaarheid, kwetsbaarheid, openheid zal altijd de mensen eerste graads inpakken.
Say I'll fly away. Fly, fly away. Thank you very much. Thank you very much. Very much. Thank you. Al 10 coole chicks die aan het beven zijn van de zenuwen, want op 27 december gaat de musical Annie in première in de Stadsschouwburg van Antwerpen. Eén klein probleempje, we hebben Annie nog niet gevonden. Goed, we beginnen dus de aflevering met 10 meisjes, we eindigen met 8. Die selectie die wordt gemaakt door een fantastische jury. Mag ik jullie voorstellen? Hij is de gedelegeerd producent van Music Hall en tevens ook de voorzitter van de jury, Roel Hermans. En hij wordt bijgestaan door 2 krassen in het vak. Echt 2 supergoeie musicalacteurs, Mark Thijsmans en Deborah de Ridder. Leuk nieuws trouwens ook, want Mark en Deborah zullen allebei de hoofdrol spelen in Annie. Mark zal de rol spelen van Daddy Warbucks en Deborah van Miss Hennigan. Dus ze hebben er ook alle baat bij dat er een goede Annie gekozen wordt. Zorgen snel vergeet. Vind je mij dan niet een kind, een meisje dat alles heeft? Zoveel gevonden hier in de zee. Wie ben ik? Wat ben ik? En is er iemand die van mij houdt? Bruine pakketjes met stempels en touw. Dat zijn de dingen waar ik zo van hou. Als ik door de stad loop, vraag ik me vaak af: waarom zijn alle mensen zo nors en zo kortaf? Met al die mensen om je heen. Als je lacht, als je huilt en er niemand luistert. Je plukt de aarde als een aasgierkaap. Elke rots en boom, elk wezen heeft een ziel, heeft een leven, heeft een taal. Is dit wat ik wil? Of moet ik mijn oma geloven? Is dit wat ik wil? Ze vraagt het me, stel je voor. Maar naast me in verbeelding wandelt hij tot aan de grijze schemering. We hebben alle 10 de kandidaten gezien. Ik wil ze even terugroepen op het podium. Waar zijn onze Annie's? Het publiek is alvast laaiend enthousiast. Maar ik ben eigenlijk even benieuwd. Wat vindt de jury ervan? Ik ben alvast heel blij met de keuzes die we gemaakt hebben de voorbije weken. Ik vind toch dat we zien dat we de 10 meisjes die we gekozen hebben, dat die echt wel op hun plaats staan hier. Het algemeen niveau, ik vind het echt enorm hoog. Hoe hebben ze het eigenlijk gedaan? Ja, Pommelien, amai. Als jij zingt, ik heb zin in muziek, dan meen je dat ook echt wel. Hè? Je bent opgekomen, je hebt het publiek gegrepen en je hebt het niet meer losgelaten. Ik vond het top. Dank je wel. Ons mooie, lieve Emma. Ik vond jou de Disney-prinses van deze show. Echt heel mooi gedaan. Dank je wel. Dat is een heel mooi compliment.
Lotte, weet je, iets wat heel moeilijk is, dat is een stuk parlando tijdens een zangnummer. Zo ook nog praten af en toe ertussen. Want het is heel moeilijk om dat geloofwaardig te brengen en dat heb je ongelooflijk gedaan. En dan steek je er ook nog twee van zo'n fantastische crescendo-noten in. Schitterend, echt waar. Amai, goede commentaren voor Lotte. Maud, je hebt een heel mooie stem. Ik vond het heel mooi hoe je het nummer zo heel intiem begon. En als het nummer dan losbarst, mocht je van mij nog iets meer los meegaan. Maar ik vond het toch heel goed gedaan. Dank je wel. Toch een goede commentaar voor Maud. Emily, jij zong dingen waar ik zoveel van hou. Wel, ik hou van jouw lef, van jouw mooie stem en van jouw uitstraling. Heel mooi gedaan. Dank je. Ik onthoud lef voor Emily. Hans, weet je wat ik zo leuk vond? Als ik jou zie zingen, dan zie ik daar een klein meisje staan dat een verhaaltje vertelt van een klein meisje dat niet probeert een of andere grote superster te zijn, maar gewoon een heel klein meisje. En dat vind ik fantastisch goed gedaan. Dank je wel. Proficiat, Hans. Nicky, veel bewondering voor het nummer dat je gebracht hebt. Een heel intiem nummer, heel weinig qua beweging en zo. Dus je moest het alleen van de zang hebben. En je hebt dat heel goed gedaan. Het was heel geloofwaardig. Dank je wel. Florent, jij hebt een hele sterke stem. Jij kan volgens mij alles zingen wat je wil. En daarom zou zij een hele goede aanwinst zijn voor onze Annie-ploeg. Amai, dat is een mooie commentaar. Noah, ik weet zeker dat je ontzettend hard gerepeteerd hebt, want die woorden die kwamen er bliksemsnel uit. Dat is zeer goed gedaan. En dan besloot je ook nog eens om even, weet je wat, als we nu eens in een andere maatsoort beginnen zingen. De echt hele straffe prestatie. Dank je wel. Top commentaar van Mark. Proficiat. En Ola, een beetje risico genomen, want een heel moeilijk nummer uit Les Misérables, een heel bekend nummer. Ik denk dat je een klein beetje zenuwachtig was in het begin. Maar dat was er eigenlijk heel snel uit en daarna ging je volle gas en het was fantastisch. Dank u wel. Zo zie je maar. Lovende commentaar van de jury. Maar dan is nu het moment van de waarheid aangebroken. Laat ons duidelijk zijn. Ze zijn begonnen met meer dan 200 kandidaten. Nu zijn ze nog over met 10, dus ze zijn allemaal winnaars. Laat ons dan ook straks een groot applaus geven voor de twee afvallers. De twee meisjes die helaas niet door mogen naar de volgende ronde zijn... Ans en Maud. Geef elkaar maar een hele dikke knuffel, want jullie hebben het allemaal fantastisch goed gedaan. Zo zie je maar, verdriet en vreugde liggen heel dicht bij elkaar in de Zuiderkroon. Ik zie jullie graag volgende keer terug voor een nieuwe Wie wordt Annie? Tot ziens. Vandaag is het 5 voor 12, want de generale repetitie komt eraan. Voor de generale repetitie wordt er eerst gesoundcheckt. Hierbij worden alle zangstemmen keurig op elkaar afgestemd, zodat het in de zaal als één mooi geheel klinkt. We hebben juist onze soundcheck gehad. Dat is wel goed, want we hebben echt veel gerepeteerd met niet zo fijn geluid in je oren. Shout if it's not right, okay? Matt heeft geluisterd in zijn koptelefoon. Dat is wel goed, want wij weten zelf niet altijd de juiste woorden om te zeggen wat wij niet zo goed vinden. Dus het is wel goed dat er iemand bij is die dat wel weet. Good? Okay. Fantastic. Thank you, cast. Iedereen heeft wel zijn eigen manier om zich mentaal voor te bereiden. De een doet stemopwarmingen, terwijl de ander het iets spectaculairder aanpakt. Ik zou willen dat er een trucje was om geen zenuwen meer te hebben. Maar ik denk als je geen zenuwen zou hebben, dan zou het ook niet goed zijn. Het hoort er gewoon bij. 10 minuten van tevoren, dan voel je echt van, oké, okay, we moeten wel gewoon opgaan. En na je eerste zin, dan ben je gewend aan alle ogen en alle energie die je van de zaal hebt. Dus dan is het gewoon lekker genieten. Weet je wat ik ook zo leuk vind aan Londen? In het hartje van de grote wereldstad die Londen is, bevindt zich een buurt, een wereldberoemde buurt,
met allerhande theaters. De West End is net zo beroemd als Broadway in New York. De mensen die het kunnen weten, die zijn het erover eens dat de grote Peter Pan Arena Show ook in de West End en in Broadway als een van de grootste producties zou bekeken worden. En toch werd dit spektakel in België gecreëerd. Ja, dat is toch iets om trots op te zijn. Vanuit Vorst Nationaal palmt dit spektakel heel Europa in. En misschien zelfs de hele wereld. Er is een klein probleempje. De cast heeft de laatste vechtscène, de climax van de show, nog niet kunnen inoefenen. Dat betekent dat er maar een paar uur overblijft om dit te doen voor de generale repetitie begint. Dat wordt spannend. Vandaag zijn we in scènes die we nog niet hebben voorbereid. Dus de laatste twee scènes moeten ter plekke gemaakt worden. Dus dit is allemaal voor iedereen nieuw. Attends, stop. We willen nu naar beneden doen. Appa. De Lost Boys, Pendy en de twee broers, die zitten gevangen op het piratenschip. Peter Pan komt nu met een list die redden. Zo is wat anders dan een kantoorbaan. Zo, hier de boterhammetjes voor school en een banaan. Ik zal het erin steken. Hè? Wat is dat hier? Ik denk dat er motten in de kast zitten, want er is een gat in mijn hemd. Maar dat moeten dan wel heel gulzige motten zijn, zeg. Je zou een ontbijt nemen, hè? Wat is hier aan de hand? Dat is een plaag, hè? Een plaag? Van motten, hè? Hallo. Nee, maar we hebben gisteren zo ons best willen doen dat we zeker naar Peter Pan zouden gaan. En ik heb een gat in uw lievelingshemd geschroeid. Mama heeft het gedaan, hè? Ja. Mij niet. Dus jij bent de schuldige, mama. Oké, dan zal ik naar Peter Pan gaan met een gat in mijn hemd. Dat meende jij niet? Absoluut. Het moment van de waarheid is aangebroken. De generale repetitie begint. Nu moet iedereen zijn of haar beste beentje voorzetten en doen alsof het de première is van het spektakel. Dus dat betekent alles erop en eraan. Kostuums, pruiken, requisieten, speciale effecten, zonder enige onderbreking. Can you give me an idea when we start? Because Hook is ready up running. I'm vol ornaat. Ja. Yeah. Het is mooi, hè? Het is super, het is echt. Het helpt heel erg om in je rol te komen. Het is mijn huisdier. Ja, dat mensen ook al zeggen van, oh, het is echt onherkenbaar. Ik zeg, nou ja, je weet best dat ik het ben, hè? Heel warm, maar heel mooi. Het is heel warm. Ja. Ja, ik denk dat er tussen de twee shows door, dan moet het wel even in de droogmachine liggen. Everybody backstage in position, please. Guys, please attention. Don't forget that we will use the flames and the pyro. Come on, in position, please. Zijn er toch momenten waarbij de generale repetitie wordt stilgelegd voor stukken in de show die toch nog niet helemaal goed zitten. Het is een onwaarschijnlijke technische productie. En doordat er zeer veel mensen bij betrokken zijn enerzijds en dat het zeer technisch is, gaat het dan ook zeer traag. Er zijn momenten dat mensen een uur, anderhalf uur moeten wachten om dan die 10 seconden juist te krijgen. Je werkt met z'n allen aan dat eindproduct en daar werk je naartoe om daar iets supermoois van te maken. Dus je bent ook wel bereid om daar al je energie in te stoppen. En dit moet zo van nul af opgebouwd worden en ontwikkeld worden, dat het eigenlijk wel superleuk is om je steentje daar aan bij te dragen. En daarna, als het resultaat er is, mag je daar ook trots op zijn. Maar nu is het gewoon nog even al je energie die je hebt om daarin te stoppen, zodat je ook iets hebt om trots op te zijn.
Op het einde van de dag, wanneer de generale repetitie afgelopen is, roept Geert Allaert, bedenker van het spektakel, de hele cast en crew op het podium voor een bijzondere aankondiging. So I just wanted to say a few things to you. In een creatieproces waar je op 8 weken tijd echt moet van nul naar iets komen als één grote familie. Het is gelijk in een voetbalmatch of een voetbalteam. Als die 11 spelers niet samen spelen en een team vormen en er samen willen voor gaan, heel enthousiast, dan lukt het niet. Good to see that our technical crew is there as well. I just wanted to ask you to give them a good applause. They are, we don't see them, but they do a great job. Thank you for the crew. Ik ben uw teamverantwoordelijke. Ik laat mij omringen door een aantal creatieve mensen. En onder die mensen staan dan heel wat productiemensen, heel wat technici. Dus allemaal mensen die moeten maken dat deze droom de realiteit wordt. We hebben nu engagements voor 17 weken of performances in de UK, in Germany, Holland en België. We hebben een totaal spektakel gemaakt. Het is een musical. Het is een onwaarschijnlijk spectaculair gebeuren. Er wordt zeer goed en sterk in gedanst. Dus we hebben eigenlijk een totaalproject gemaakt dat in niets te vergelijken is met de andere zaken die vandaag leven rond Peter Pan.